Kijkers en luisteraars, van harte goedendag en welkom bij TBN Jipide, aflevering 129. Het programma waar de grote hand de kleine hand helpt in de gemeenschap. Namens het totale team van Jipide willen wij ook alle vaders feliciteren met Vaderdag en hun het allerbeste toewensen in deze periode van COVID-19, maar waar het ook allemaal sociaal-economisch heel moeilijk gaat. Dure prijzen in de winkels, dus papa's die moeten allemaal harder aan de slag, harder werken om voor hun gezin te zorgen. Dus krakti aan alle papa's, maar ik hoop ook dat u allen een hele fijne dag hebben gehad met de Vaderdag. En ik zei het al, dit is TBN Jipide, het programma die wij nog altijd doen dankzij onze trouwe donateurs. Onze dank gaat uit naar een donateur die niet bij naam genoemd wenst te worden, maar deze donateur die heeft er een aantal zakken rijst gedoneerd en heeft ons gevraagd om dat te geven aan gezinnen die het heel hard nodig hebben. Verder gaat onze dank uit naar de heer Assis Kedu, die jarig is geweest en in verband met zijn verjaardag dan ook de donatie heeft gedaan. De felicitatie aan de heer Assis Kedu en ook nog bedankt voor uw donatie, want deze meneer die heeft er zakken rijst en enveloppes met inhoud gedoneerd. Onze dank gaat verder uit naar Julfen Groep voor hun pakken kippenbout, waarmee wij een aantal gezinnen hebben blij gemaakt. Verder nog een aantal donateurs die wat pakketten hebben gedoneerd, maar allen anoniem wensen te blijven. Onze hartgrondige dank aan u allen. Wij zijn u zeer dankbaar dat u in deze periode van COVID-19 uitbraak en verder ook naar sociaal-economisch, waar het allemaal moeilijk gaat, toch nog financiën, maar ook nog de tijd en ruimte neemt om anderen in de gemeenschap te gedenken. Daarvoor onze hartgrondige dank. Heel veel kijkplezier naar aflevering 129. We zijn er thuis bij de alleenwonende mevrouw Kessari. En mevrouw Kessari die krijgt er van de heer Assis Kedu een zak rijst van 10 kilo. Ja, een zak rijst van 10 kilo. En van dezelfde heer Assis Kedu, ik envelop met 250 SRD. Van een mevrouw, zij wenst anoniem te blijven. Ik mevrouw Patel, op een naam namange, maar Dielse Patel, 250 SRD. RIE, in verband met 50 jaar huwelijk, ja, in verband met 50 jaar huwelijk, ik huwelijk naam namange, maar Abgat Patel, 500 SRD. Alsjeblieft, mevrouw Kessari, jij donateur, John Paisa Patel, Chor Patel, kusmate bola. Jij sop khat bohut dhanbaad, aur bhagwan sop ke kamai me bohut saya barakat de, bohut रहे ऐसे ही सबके दान पुण्य करल करे और कौन ची बोली गरीब दुखियन के सब कोई तब भोटा के इतना है लॉकडाउन का करियो बीमारी चलल अच्छा सुनो के बहुत धन्यवाद है भगवान तुमको और बरहंती दे और सया बरकत भी दे तुम के कमाई में Mevrouw Kessari laat de donateurs van harte bedanken. Ze geeft aan heel dankbaar te zijn. Ze zegt te begrijpen dat nu vanwege de lockdown die we hadden, maar ook vanwege de COVID-situatie in het land, het steeds moeilijker wordt voor mensen. Maar dat men nog mensen probeert te helpen. Daarvoor is ze heel erg dankbaar dat zij dan ook wat heeft mogen krijgen van deze donateurs. COVID spuit die lille, mevrouw Kessari? Ik wil augustus meer. Oké, mevrouw Kessari heeft haar eerste COVID-prikje al gehad. En in augustus krijgt ze dan haar tweede bokharla galaha, pira. Ja, zij heeft geen complicaties gehad. Afgelopen zaterdag heeft ze genomen en het lijkt alsof ze nu wat grieperig is, koortsig is, zegt ze.
En in augustus haar tweede. Acha, mevrouw Kesari, bedankt voor je aanbod. Acha, mooi zeer hier, dat ik heb gehoord van je. Ja, oké, dank je wel. Bedankt voor je aanbod. We gedenken ook de alleenstaande, alleenwonende, mevrouw Rosa. En mevrouw Rosa, die kreeg de namens mevrouw Shirley Subhaag en gezin. Mevrouw Shirley Subhaag en gezin, Abkhat Pathijs, ik envelop met 300 SRD. Ihe mevrouw Chitrawatike. Mevrouw Chitrawatike, 16 meike, okerjenam dienraha, 60 jaar kebhel. Mevrouw Chitrawati is op 16 mei 60 jaar geworden, 250 SRD. Or ik echtparke, 50 jaar huwelijk, naam namange, maar deelse pathijl, emen heer 500 SRD, alstublieft. En ik donateur, pathijl ik sakachor abkhatin, mevrouw Rosa, kusmate bolle, donateurske. Ja, jeje hamme pathijl saiga. सबके धन्यवाद चौर वाला जो है ओके सबके धन्यवाद हम देला आपके भी धन्यवाद हम देला भगवान बनाए रहे तू लोग के कि इसने हम लोग के तू सेवा करिए भैया हाँ तू देख लो हमारा सिटीवासी कैसे हैगा Mevrouw Rosa laat alle donateurs die de enveloppes met inhoud hebben gedoneerd en ook voor de zakreis die ze heeft gehad, brengt ze haar hartgrondige dank uit aan al de donateurs. Deze aflevering van TBN Jepide wil ook een beetje opdragen aan de vaders, want immers, het is Vaderdag. En zo is dan meneer Doekie, ofschoon hij een zieke man is, ook een vader van kinderen. En hem willen we dan in verband met Vaderdag namens Assis Kedu, ook al genam dienraha, 21 meike, mevrouw Doekie, meneer Assis Keduke. Dus meneer Assis Kedu, wat hij is, ik zakachor, 10 kilo wala, een zakkerij is van 10 kilo en ik envelop met 250 SRD. Aplonke Nampe, ik envelop al, ik heb mevrouw A.S. uit Nederland. Mevrouw A.S. uit Nederland voor familie Doekie, 500 SRD. En Wishart Transport, ja, Wishart Transport. Abkhat Pathijs, 250 SRD. John Kepabouthe, u heet Jules van Groepke. En de Pampers, die zijn dan van de heer Abdul uit Nederland. Kusmate Bolle, donateurske. Bolle, boe, dankbaar Pathijs. Bhagwan, u sabke ghar me sabchi delergi. Tohun ke boe, dankbaar ke le tiel akna dur. Aja, lera naan se Pathijs, ohu ke dankbaar. चौरुआ और एन फलक रहा है ना ओह का बहुत धन्यवाद और एक कर कर हाँ ओह का बढ़िया बहुत धन्यवाद और आप लोग अभी मेफ्रॉ दुखी लात अलग डोनेटर्स वन हार्ट बधाइकन स्टिक फॉर स्टिक फॉर वी सब वाट हीव्ड गहात और आप लोग मॉइस फादरडाग अभी मना लिए चा मने दुखी फाइन फादरडाग इगो या तो हो लो फादर डाक मुझ मने ये उस सब जो परियारी करे वो ओकरो बोलिए मुझ सब परियारी मनाई वो के फादर डाक बोलिए मुझ मनाई सब के ook de heer Parkas die kreeg er een van de zakkenreis van de heer Assis Kedu. Meneer Kedu, die is op 21 mei jarig geweest en hij doneert er een zakkenrijst en ook nog een enveloppe met 250 SRD. En dit krijgt meneer Parkas ook vanwege Vaderdag. En een mevrouw uit Yarikaba, haar initialen zijn R.J. Mevrouw R.J. die doneert 400 SRD voor meneer Parkas en mevrouw Shirley Subhaag en gezin. Shirley Subhaag en gezin. Ook nog een enveloppe met 300 SRD. Verder is er een pak kippenbout van Jules van Groep. En een doos met levensmiddelen van een van onze trouwe donateurs. Dat zijn nou de donaties aan de heer Parkas. We
We zijn ook thuis bij mevrouw April Monjok en we moeten haar feliciteren met haar, wat is het, jonge? Meisje. En de naam? Jalissa. Ja. Nou, zorgt u goed voor Jalissa? Ja, mevrouw April Monjok. We zijn er hier meer omdat wij ook de vaders willen gedenken. En ik denk dat meneer Monjok er niet is. Ja, maar als hij er is, wenst u hem namens ons ook een hele fijne vaderdag. U krijgt van de heer Assis Kedu een zak rijst van 10 kilo. Meneer Kedu is op 21 mei jarig geweest. En u krijgt van deze meneer 250 SRD. En een zak rijst, mevrouw April Monjok. U krijgt er verder van Jules van Groep een pak kippenbout. En van een van onze trouwe donateurs krijgt u ook nog wat levensmiddelen erbij. U krijgt van mevrouw de weduwe Vera Nagisser Singh, Jai Nandan Singh. Mevrouw de weduwe Vera Nagisser Singh, Jai Nandan Singh. In verband met haar 90ste verjaardag krijgt u van deze mevrouw 1000 SRD. Alsjeblieft, wilt u wat zeggen aan de donateurs? Zo in één woord wil ik ze allemaal bedanken hoor. Ik wil ze echt van harte bedanken. Ik had het niet verwacht. Ja, ik zal goed gebruik van maken. Helemaal. Ja. Wat wilt u aan alle vaders zeggen? Prettig vaderdag. En laat u die moeders niet alleen met hun kinderen, vaders. Doe u uw plicht als vader. Ja, dat wil ik ze allemaal zeggen. Heel mooi gezegd. Dank u wel. U ook. En, aan meneer April Monjok ook een hele fijne vaderdag. Ja. En tot de volgende keer. Aan jullie ook. En bedankt. Mevrouw Meina Wati Sitaram, u krijgt van de heer Assis Kedu. Meneer Kedu was op 21 mei jarig. En u krijgt van meneer Assis Kedu een zak rijst van 10 kilo. En ook nog een pak kippenbout. Ja, dat is namens meneer Assis Kedu. Pak rijst. En ook nog een enveloppe, pardon, een pak rijst. En een enveloppe met 250 SRD. U krijgt er verder van een echtpaar in verband met 50 jaar huwelijk. Ja, een echtpaar, 50 jaar huwelijk, 500 SAD, alstublieft. Ja. En u krijgt van een mevrouw S van de Sri Kisonweg. Ja, Sri Kisonweg. Ene mevrouw S krijgt u ook een enveloppe met een geldsbedrag. En een pak kippenbout, want het is vaderdag. En u krijgt een pak kippenbout van Jules van Groep NV. Wil je wat zeggen aan de donateurs? Koos maar te bolle. Ik heb het naar donateurs gegeven. Ik heb het naar de donateurs gegeven. Ik heb het naar goos deze, chow deze. Ik heb het naar de donateurs gegeven. Ik heb het naar de donateurs gegeven. Ik heb het naar de vrolijk vader. Ja. Deze mevrouw bedankt de donateurs van harte voor alles dat ze heeft gehad. En aan alle vaders zegt ze ook een hele fijne vaderdag. Wens ze een hele fijne vaderdag toe. En dat is namelijk mevrouw Meina Wati en haar gezin. Dit is Anaisha, moeder van drie minderjarige kinderen. Zoals u dat kunt zien, waaronder ook een baby. Hoe oud is ze? 1 jaar, je baby is 1 jaar. Een jongen of een meisje? Een jongen. Het is een jongen, dus ja. Een hij. Ja? U heeft er twee jongens en een meisje. Ja. Ja? Hoe oud is zij? Zij is 5 jaar en die tweede is 2 jaar. Ja. En als Raj even rondom zo wees, dan is dit in feite het huis waarin dit gezin woont. En het is jammer om te zien van de hitte die er allemaal hier is vanwege de zinkplaten. Want het is rondom geslagen met zinkplaten. Hoe blijven jullie hier en het is heel warm? Ja, is wel wat, maar voorkom 2 uur, moet ik het zeggen. Ja. Ja, maar ze zijn nog niet helemaal klaar, want ze gaan het weer goed opnieuw maken en renoveren opnieuw voor ons. Okay. Jawel. Het is niet dat we zo gaan zijn. Ja. Ja, want die eigenaar is een heel goede vrouw en zij heeft me hier dan meegeholpen met een stukje hier en verderop gaat ze me helpen om het dood af te maken. Ja.
En ik heb begrepen, de vader van de kinderen, de vader van de kinderen, die is voorlopig even niet in het spel. Nee, hij is er voorlopig niet. Daarom had ik een naar ons toe gevraagd. Want hoe die vader er niet is, is het een beetje moeilijk voor mij. En die baby, hij drinkt alleen borst. Dus ik kan hem niet per oppas zetten, want dan gaat hij lastig doen, weet je. Ja. Want hij drinkt alleen borstvoeding. Okay. Ja. Nou, we hebben wat spullen voor u meegenomen, mevrouw Anaïsha. Zo krijgt u van de heer Aziz Kedu. In verband met zijn verjaardag op 21 mei. Deze meneer was jarig. En u krijgt van meneer Aziz Kedu een zak rijst van 10 kilo. Maar daarnaast krijgt u ook een enveloppe met 250 SRD. U krijgt verder van een mevrouw R.J. Deze mevrouw, mevrouw R.J. Van deze mevrouw krijgt u een enveloppe met 400 SRD. En van een echtpaar, ze zijn 50 jaar getrouwd. U hebt 3 kleine kinderen. Ik weet dat het nu heel erg zwaar is om 3 om kinderen op te brengen. Vandaar dat we dus u ook nog een enveloppe geven van het echtpaar met 500 SRD. En ik hoop dat u dit allemaal heel goed gebruikt, heel goed besteedt, ook vooral aan uw kinderen. En u krijgt verder nog van BN Trading, krijgt u ook nog pampers, pap en nog andere spullen voor de baby. En u krijgt ook nog een pak kippenbout. Dat is van Jules van Groep. Maar meer in het bijzonder voor Vaderdag. Maar voorlopig is er geen vader hier in het spel. Dus dan hoop ik dat u dit lekker voor de kinderen kunt koken op Vaderdag. Zodat zij tenminste toch wat iets lekkers kunnen eten. Ja, wil je wat zeggen aan de donateurs? Ik wil alle donateurs bedanken. Heel, heel dank voor al deze spullen waarmee ze me hebben geholpen vandaag. Ja. Is goed. Dank u wel. Dank u wel, meneer Ganesh. Een andere hardwerkende vader die wij ook willen gedenken met Vaderdag is meneer Dus Mohammed. En meneer Dus Mohammed die krijgt er van de heer Aziz Kedu 21 mei. Meneer Kedu Kedjanam Dinraha, u krijgt van deze meneer een zak rijst en ook nog 250 SRD. Meneer Dus Mohammed, kippenbout, dat krijgt u van Jules van Groep. En Jules van Groep, die wenst u ook een hele fijne Vaderdag. En hij vraagt of u dit lekker kunt koken en met uw gezin kunt eten. Van mevrouw R.J., ja, mevrouw R.J., Abghat Pathuis, 400 SRD. En van een echtpaar dat 50 jaar getrouwd is. Een echtpaar dat 50 jaar getrouwd is, 500 SRD. Meneer Dus Mohammed, Kusmate Bolle, donateurske. Nog hartelijk dank voor ieder die me geholpen heeft. En ik ben bezig mijn huis te bouwen. Ik zal goed deze geld gebruiken in mijn huis, dat ik toch wat kan doen. En nog hartelijk dank aan ieder die me geholpen heeft. Ook mevrouw Feira krijgt er een van de zakken rijst van de heer Aziz Kedu. Deze meneer is op 21 mei jarig geweest. U krijgt van hem een zak rijst van 10 kilo en ook nog een enveloppe met 250 SRD. Daarnaast krijgt u van mevrouw R.J. Mevrouw R.J. een enveloppe met 400 SRD, alstublieft. En van Wishart Transport, ja, Wishart Transport, 250 SRD. En een pak kippenbout, mevrouw Vieira van Jules van Groep NV. Wil die wat zeggen aan de donateurs? Ik wil ze heel hartelijk dank zeggen voor hun gesten aan mij toe. En dat ze en Gods reis te zegen aan hun. En dat ze de graag genade van God nog lang gaan krijgen, dat ze dit werk nog gaan uitvoeren. Ja, we doen dit ook in het bijzonder in verband met Vaderdag. Had u een boodschap voor alle vaders? Ja. Ja, rustig. U bent emotioneel. Rustig, ja. Ik wil alle vader een heel goede Vaderdag toewensen. Ik heb van mij niet meer. Hij was zeker een heel goede vader voor u. Ja? Een goede vader. Okay. Hoe heette hij? Arthur Vieira. Okay. Ja. Zijn jullie van vader voor ons. Okay. Allemaal.
Hoeveel kinderen had hij? 8. Maar nu is 1 overleden, dus zijn we met ons 7. Hoe lang terug is hij overleden? Papa is al 14. Eén van de man is 14 jaar. Altijd een heel goede vader geweest? Ja. Altijd, altijd, altijd. Ik maak niet van mijn ouders, jongen. We waren echt ook goede ouders voor ons, weet je. Dus wat zegt u dan aan alle vaders? Een heel goede vader daar. En in goede gezondheid. En veel kracht dat ze nog, als ze kinderen hebben, hun kinderen kunnen verzorgen of hun gezin kunnen verzorgen. Ja, mooi gezegd, mevrouw Vera. Mag ik u ook het allerbeste toewensen? Ja, en tot de volgende keer. Ja, meneer. Bedankt. Mevrouw Dulari Gayadar, die krijgt er namens familie Ramjiawan uit Marienburg-Kommewijnen in verband met hun 40 jaar huwelijk. Mevrouw Dulari Gayadar, u krijgt van hun een enveloppe met 500 SRD, alstublieft. En nog een ander enveloppe van de familie Ramjiawan uit Marienburg. 40 jaar huwelijk, maar dit is op naam van uw dochter Gayatri Sharda Gayadar. Zij woont samen met u hier. Dus u krijgt ook nog voor Gayatri Sharda Gayadar een enveloppe met 500 SRD. En van mevrouw Nunnen, die jarig is uit Nederland. Ja, mevrouw Nunnen krijgt u ook een enveloppe van een heer die anoniem wenst te blijven. Krijgt u een zak rijst van 10 kilo. En u krijgt een pak kippenbout van Jules van Groep. Wilde u wat zeggen aan de donateurs? Nee, niet zo. Ja, wilde u ze niet bedanken? Ja, bedanken. Ja. Wel, dat ze hebben ze gedaan. Ja, u bedankt ze dus allemaal. Ja. Dit is de 83-jarige mevrouw Ram Saran Singh. En mevrouw Ram Saran Singh, die kreeg van een 90-jarige mevrouw Vera Nagesser Singh Jainandan Singh. Ja, dus nogmaals, ze is mevrouw de weduwe Vera Nagesser Singh Jainandan Singh. Ze wordt 90 jaar oud, u bent 83 jaar en u krijgt van deze mevrouw 1000 SRD, alstublieft. 1000 SRD? Jawel. Voor alles te kopen, ja. Ja, toch? Ja, dank u wel. En u krijgt van Julfen een pak kippenbout en van een heer een zak rijst. Ja, wilde u wat zeggen aan de donateur? Ja, heel hartelijk bedankt voor die mevrouw, 90 jaar en dat doneert ze nog. Ja? Stel je voor, God geeft haar de kracht en moed. En aan gezondheid alles. Ja? Alles moest ze hebben van mij. En zegen. Ze mag gezond blijven. Dat is belangrijk. Ja? Heel gezond. En de groeten aan haar ook. Hè? Ram, ram en namaste. Ja? Ja, wilde u wat zeggen aan Julfen en de meneer die reis gaat doen? Ja, meneer Julfen ook. Ja, zij worden ook heel hartelijk bedankt voor deze pakket en die reis voor allemaal. Hoor. Ja, okay. Heel hartelijk bedankt. Alles bedankt. God zegenen hen haar. Allemaal, ja? Wat gaat ik met mijn wensen? Het goede wens voor ze. Ze moeten kracht hebben om twee mensen te doneren. En wat zal ik nog meer zeggen? Dat is zeker van God. Dat ze gezond ook moeten blijven en zo blijven doneren aan arme mensen. Ja? Dank u. Mevrouw Seuraten, die krijgt er namens de heer Ajay Ganesh, ter gelegenheid van zijn 41ste verjaardag. Meneer Ajay Ganesh, die was jarig op 15 april 2021. En hij geeft aan mensen die ziek zijn of zieke benen hebben. En dat is het geval bij mevrouw Seuraten. Mevrouw Seuraten, die heeft er zieke benen. En van deze heer Ajay Ganesh uit Amsterdam, Nederland, 300 SRD, alstublieft. Van mevrouw R.J., ja, mevrouw R.J. Abghat Pathijs, 400 SRD, alstublieft. En van familie Ori, in bepaalde gezinnen, is de moeder, zowel vader als moeder in het huis. Dat is het geval bij mevrouw Seuraten. En mevrouw Seuraten, die kreeg van familie Ori in verband met Vaderdag
200 SRD, alsjeblieft. Een zak rijst van een anonieme donateur. Een pak kippenbout van Jules van Kusmatebole, donateurske, mevrouw Siewerten. Ja, bedankt voor de baden bij je sabke. Ook al lerken je sabko je het nog horen. Sabko je als je baden is. En ieder wordt van harte bedankt door mevrouw Siewerten. Heel veel dank aan hen ieder, zegt ze. John Pitalokke, vaders, in verband met Vaderdag. Kusmatebole, vaders, loganke. Vaderdag, ja, tjabo, zoeken Vaderdag, hè, bij. Mooi ze rijden, sab, mooi ze pam manaven, mooi ze sab bal bachen, beti beta sab koi rakhe. Saban, mooi ze sab koi. Vaderdag, hè, mooi ze, tohun logan, bhai, mooi ze, mani hè. Ja, feliciteert alle vaders met Vaderdag. Wensen allemaal een fijne vader toe. Ook de wensen gaan naar ons uit. En we bedanken mevrouw Siewerten. Ook meneer Joku willen wij dan de donaties geven namens de heer Ajay Ganesh. Ter gelegenheid van zijn 41ste verjaardag. En meneer Ajay Ganesh is uit Amsterdam, Nederland. En hij zegt, zijn voorkeur gaat uit naar mensen in een rolstoel of mensen met zieke benen. En bij meneer Joku hoef ik niet veel te zeggen. De beelden spreken boekdelen. En meneer Joku is zo ziek geweest, zegt hij, dat hij zelf zijn bed niet uit kon stappen. Tagaila datra, bent u naar de dokter? Datra is raha, datra met dawai de raha, kalpol de raha, kapsilas, toh hij pili rehi hem. De dokter is naar de dokter gegaan, heeft medicijnen gehad en nu zegt hij dat het ietsje minder is. Ik zei het al, hij kreeg de eerste enveloppe namens de heer Ajay Ganesh uit Amsterdam, Nederland, 300 SRD. Namens de weduwe, mevrouw in Rauti, Debi Persat Sital. Ja, namens de weduwe, mevrouw in Rauti, Debi Persat Sital, 90 jaar oud. Na ziek te zijn geweest, is ze weer genezen. En ze geeft ook aan mensen die ziek zijn om dit te geven. En deze mevrouw in Rauti, Debi Persat Sital, van 90 jaar oud, is ook uit Amsterdam, Nederland, 300 SRD voor meneer Joku. Verder, deze mevrouw wenst anoniem te blijven, ook voor hulpbehoevende mensen, ziek ter been zijn. Het komt allemaal uit een goed hart, dus deze mevrouw wenst anoniem te blijven, maar het is een mevrouw uit Amsterdam, Nederland, 300 SRD. Rijst van een anonieme donateur, een heer in deze. En kippenbout van Jules van NV of Jules van Groep. Kusmate bole donateurs, meneer Joku? Ja, meneer. Ik heb zo'n boila. Vader daar moet ik benauwen. John, tante met dele paisa, John dan met dinkere betari. Ook een boot dan badela. Ook een bewaak, barakate, kamare, barbachanke. Al Iwali. तो मेरा जो जो प्राण दे रहे पैसा ओका भगवान के साजा जो का झोरी भरे है और का शक्ति और ताकत देवे है भगवान की कृपा से और जो 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 चाव दे बहुत तेर हो के बहुत धन्यवाद देला या दोस्त मैंने जो को स्प्रेक सं डंक एंड सीखनिंग आउट एंड एट एड्रेस फॉर अल्ल पर्सोन फॉर वी है व्हाट ही फ्रहत द फिनैंशियन kippenbout, rijst. Nogmaals, hij spreekt zijn dank uit aan het adres van al deze donateurs en aan alle vaders. Zoals hij dat aan het begin zei, wenst hij ook een hele fijne Vaderdag. Atja, meneer Joku, mooi zijn Vaderdag, meneer. Meneer Joku, die heeft voorlopig geen fan. Stichting JPD zal kijken in hoeverre hem daarmee te helpen middels donaties uit de gemeenschap. Maar op dit moment bedanken wij meneer Joku en wensen hem een hele fijne Vaderdag. Ook meneer Rees willen wij dan de donaties geven die wij hebben gehad, heer Rees. En we beginnen met de heer Ajay Ganesh. Deze meneer is onlangs, en dat is dan op 15 april geweest van dit jaar, 41 jaartjes jong geworden.
En hij is uit Amsterdam, Nederland, meneer Rees. En u krijgt van de heer Ajay Ganesh een enveloppe met 300 SAD, alstublieft. U krijgt verder van de familie Ori, en dat is speciaal met Vaderdag, ja. Familie Ori in verband met Vaderdag, een enveloppe met 200 SAD. En u krijgt namens mevrouw de Weduwe in Rauti, Debi Pashat Sital. Deze mevrouw is 90 jaar oud. Na ziekte zijn geweest, is ze weer genezen. En ze wil graag dan wat mensen blij maken. En deze mevrouw in Rauti, Debi Pashat Sital, is van Amsterdam, Nederland. En van deze mevrouw krijgt u ook 300 SRD. U krijgt verder een pak kippenbout, ja. En u krijgt ook nog een zak rijst, ja. U krijgt ook nog een zak rijst van een donateur. Wilde u wat zeggen aan de donateurs? Ja, ik bedank allemaal. En verder dat God ze nog meer jaren geeft. Want het verleden was ik ziek. Ik was 2 maanden. Ik wist niks meer. Ik had geen bloed. Ik lig in een Rooms-Katholiek. Maar God. Dus ik laat ze ook God dienen. En alles gaat goed. Ja. Ja, we hebben dit ook een beetje gedaan, meneer Rees, ook in verband met Vaderdag. Had u een boodschap aan alle vaders? Ja, ik, die vader, dat alles met al die vader goed gaat. En volhouden, op, bidden op God, dat ze nog leven gaan geven. Want die COVID is moeilijk. Ja. En laat ze thuis blijven. En bidden tot God. En God gaat ze helpen. En heeft meneer Rees intussen ook al zijn COVID-prikje genomen? Ja. Heeft hij een spuitje genomen, COVID-spuitje? Nog niet. Mm. Nog niet. Zijn niet hier, nog niet geweest. Okay. Dus ja. Ik heb nog geen spuiten gehad. Ja. Maar gaat u het nemen of niet? Ik ga denken, want ik weet nog niet. Ja. Dus, en heeft meneer Rees zelf kinderen? Ja, ik heb nog, maar die kinderen, ik heb 3. 1 op Komoen en 2 op Bernasdorp. Maar ik ben niet meer met die vrouwen. En die kinderen komen niet. Ze kijken ook niet naar u. Nee. Dus dan heb ik niks. Dus ik blijf met God te bidden. Als ik wat krijg, dan ben ik blij. Want ik heb geen zus, ik heb geen broer, alleen 1 maar. En 2 zus. Dus, Nou goed, meneer Rees, dank je. Ja? Allemaal zijn ook ziek. Die ene, die grote, die heeft ook bloed en suiker. Dus ze konden niet meer bij me komen. Verleden was ik even daar gegaan en ik zie dat ze achteruit is gegaan. Okay. Dus ja. Dan zit ik te bidden. Elke dag, ik bid op God. En het gaat. Okay. Het allerbeste, meneer Rees. En tot de volgende keer. Ja. Is goed dan. Bedankt. We zijn vandaag hier nogmaals voor een ander project van ons en dit in kader van Vaderdag. We hebben recentelijk bij Moederdag dus ook een mooi project kunnen doen met wat sponsoren. Om dus een aantal moeders in het resort te verrassen met een maaltijd, drank, snacks, presentje. En eigenlijk hier voor Vaderdag hebben we dus spontaan eigenlijk via 2 donateurs. Eentje is onze eigen DL-lid, mevrouw Sita Ramsubach, en een ander anonieme donateur.
Elk hebben vijf levensmiddelpakketten gedoneerd. En hebben dus ons meegegeven om in kader van Vaderdag dan zo 10 behoeftige vaders die er zijn. We hebben wat gezinnen geïdentificeerd. Je hebt soms alleenstaande vaders die kinderen verzorgen. Je hebt ook vaders die alleen zijn, wonen, kinderen die niet naar hun omkijken. En je hebt ook vaders in het resort die zeer recentelijk eigenlijk wegens COVID hun werk hebben verloren. Dus zo hebben we dus getracht om deze 10 pakketten toe te bedelen. En zo eigenlijk de meest behoeftigen te helpen. Een pakket heeft een aantal items, heeft ongeveer een waarde van 200 SRD. Dus vanuit het resortraad bedanken we zeker de 2 sponsoren voor dit project. En we hopen dus dat zij ons door blijven ondersteunen. Ook meneer Boudjouwen, die een van de DL-leden is, die minder ondersteunt, is er ook altijd bij. En je ziet dus dat we vandaag in klein verband hierbij zijn. Omdat ook wij natuurlijk in achtneming van de COVID-regels niet met de grote groep en de Mohana-regels in achtnemende vandaag dan de pakketten zullen distribueren. Ik wil ook namens mijn collega RR, mevrouw Rita Ransubach, bedanken. DR. Ja, bedanken en ook alle sponsoren. Maar RR-leden van Münder wil ik ook bedanken dat zij hun moeite hebben gedaan om wat te vinden bij donateurs. En wat de secretaris zegt van Münder, RR Münder, we proberen tijdens elke hoogtijddag wat terug te geven aan de behoeftige mensen in resort Münder. En ik hoop dat ze wel goed gebruik ervan zullen maken. Want kijk, de vaders moeten we niet vergeten. Als de vaders niet waren, zouden wij ook niet hier staan vandaag de dag. Ja, ze zijn nodig binnen het leven. Ja, nogmaals, ik wens alle vaders voor zondag aanstaande fijne vaderdag toe. En we zullen als volle vertegenwoordiger van het resort altijd helpen waar we moeten helpen. Dank u wel. Ja, ook namens het geheel resortraad van Münder. Ook de voorzitter, de heer Bississe, die vandaag wegens andere verplichtingen niet bij kan zijn. We willen dus ook alle vaders een fijne vaderdag toewensen. En vervolgens, voor we afsluiten, wil ik graag ook direct gebruik maken van de gelegenheid om ons volgend project een beetje te promoten, aan te kondigen. Wij hebben dus als resortraad, toen we vorig jaar geïnstalleerd zijn, een eerste project uitgevoerd in september. Dat ging over eigenlijk schooltassen met inhoud voor de kinderen die het nieuw schooljaar vorig jaar in oktober tegemoet gingen. De behoeftigen om daarbij te helpen. Het was zeer geslaagd. We hebben heel veel sponsoring gehad. En ook dit jaar willen we dus dat weer in september gaan uitvoeren. En omdat wij zelf ook de afgelopen activiteiten hebben ervaren dat het niet zo makkelijk meer gaat met het vinden van sponsoring dan voorheen, willen wij dus eigenlijk vroegtijdig, nu al via uw medium, ook dit bekendmaken. Dat wij weer een calculatie hebben gemaakt van een schooltas met inhoud, de nodige spullen, schriften, schrijfgerij en andere zaken. Komen we vooralsnog op een bedrag van 250 SRD. En willen dus ook heel graag alle kijkers die een handje mee zouden willen helpen door eigenlijk het financieren van zo'n tas, één of meerdere natuurlijk, dan zeker vragen met ons in contact te treden. Dat kan via de voorzitter op het nummer 857-7171. En dan zullen we dan verder met u afstemmen. En ook als u doneert en u hebt direct een familie, iemand op het oog die u graag zou wensen dat het schooltaspakket van u zou moeten krijgen, dan kunt u dat ook direct doorgeven, zolang het binnen resort Münder is. Dan willen we dus graag meehelpen. Dus graag dat u ook voor ons promoot. Als u een handje wilt bijhelpen, als u ook anderen kent die een handje bij kunnen helpen, dat u dat heel graag doet. Dat we in september zeker een succesvolle schooltassenproject ook achter de rug kunnen krijgen. En met deze beelden zijn we dan gekomen aan het eind van TBN Yipide, aflevering 129. En ik zei het al, zonder de donaties van onze donateurs kunnen wij dat allemaal niet doen.
Nogmaals, onze dank gaat uit naar de heer die rijst heeft gedoneerd, maar anoniem wenst te blijven. Onze hartgrondige dank daarvoor. Verder gaat onze dank uit naar de heer Assis Kedu, eveneens voor zijn zakken rijst, maar ook nog zijn enveloppes met inhoud. Verder nog Jules van Groep voor zijn pakken kippenboot. Verder nog alle overige donateurs die op welke wijze dan ook hun bijdrage hebben geleverd. Uw financiën, uw enveloppes met inhoud of uw bijdrage op welke wijze dan ook. Dat maakt allemaal dat wij TBN JPD kunnen doen. Dat maakt dat wij anderen in de gemeenschap nog kunnen blijven helpen. Heeft u informatie nodig? Wilt u nog iemand, kent u iemand die de nodige hulp nodig heeft? Of heeft u zelf hulp nodig? Nou, aarzel niet. Neemt u contact op met de telefoonnummers die u allemaal steeds in beeld krijgt. Verder kunt u ook nog uw donaties doen op onze rekeningnummers die u ook in beeld krijgt. We hebben een euro, een SRD en een US dollar rekening. Verder gaat mijn dank uit naar cameraman Raj Mahango. De editing lag in handen van Sunny Rambali. En nogmaals aan alle vaders een hele fijne vaderdag. Ik ben Ganesh Vijay en zeg graag tot de volgende keer.